Hallo, je kijkt naar een nieuwe podcast. Ik ben natuurlijk in één keer geslaagd voor MAVO, maar niet iedereen kreeg op 12 juni goed nieuws. Sommigen moesten herkansen en voor degenen die voor de herkansingen geslaagd zijn, kom ik vandaag met goed nieuws. Dat doe ik samen met een paar oud-leraren. Dat mag ik nu inmiddels al zeggen. Dat zou je ze hebben. Rijdt een rondje. Gaat keren denk ik. Goedemorgen! Goedemorgen! Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag met twee auto's zijn we zelfs, want we hebben best een hoop alsnog geslaagden voor de herkansingen. Dus we gaan met twee auto's persoonlijk de boodschap brengen, inclusief confetti-kanon en een mooie sjaal. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar waarom konden jullie niet gewoon bellen? Toch veel makkelijker? Ja, maar dat is lang niet zo leuk. En hoe denk je dat wij het vinden om die gezichten van die leerlingen eens een keer te zien? Nou, we staan nu bij het eerste huis. Hij loopt er niet voor warm. Hij doet niet open. Hij ligt nog te pitten, denk ik. Deze jongen is wel gewoon geslaagd. Alsnog. Misschien wil hij niet slagen. Misschien wil hij nog een jaar op de middelbare of zo. Of wil hij gewoon naar de VAVO. Ja, hij zei tegen mij ook dat hij bij de examenuitreiking, of bij de diploma-uitreiking, dat hij op vakantie was. Nou, we zijn nu bij Jay. Jay is ook geslaagd. Ga je niet thuis? Zijn jullie thuis? Deze zijn er ook niet. Dat gaat hard. Nou, groetjes aan het konijn. Hoeveel zijn er eigenlijk definitief gezakt? Nou, aantallen weet ik niet, maar ik weet in ieder geval dat we met Pieter Groen een slagingspercentage hebben van 93%. En dat is hoog? Dat zijn we heel tevreden mee, zeker weten. Met Jay. Jay, goedemorgen. Ik zit in de auto met mevrouw Stokkemans, met Lars en de cameradame van Podcat. En we hebben heel goed nieuws voor je, Jay, want wij stonden net voor jouw deur. Alleen jij bent er niet. En we willen je feliciteren met het slagen van jouw 5 HAVO. Toen was het stil. Hoor je mij? Zo. Jay? Willen deze mensen niet slagen of zo? Op geen enkele manier bereikbaar. Momenteel is dit nog niet bereikbaar. Hey, dit is falikante mislukking tot nu toe. Gefeliciteerd! Nee, lach! Dat is kut, staat last voor je deur. En wat ga je nu doen? Ja, dat weet ik nog niet. Oh, heb je ook nog voor niks ingeschreven of zo? Ja, voor Pabo. Oh, dus je gaat Pabo doen? Ja, dat weet ik nog niet. Oh, oké. Okay. Nee, doe het wel. Ja. Waarom kon het niet in één keer? Ja, ik ben blijkbaar niet zo goed. En wat heb jij kans? Nederlands. Ging die goed? Nou, nee. Dus dit komt als donderslag bij helder heen. Ja, precies. En wat ga je na de zomervakantie doen? Laboratoriumonderzoek. Nu, als ik... Ja, nu wel. Ja, nu wel, ja. Nu mag je. Ja. Waarom lukt het niet in één keer? Ja, weet ik niet. Wat moest jij kansen? Nederlands. Oké, maar je hebt, je hebt veel hoger gehaald dan je moest halen. Ja, dus, precies, daarom. Nou, wat ga je hierna doen? Lekker hier werken. Ja. Nou, geniet ervan. Ja, ben je geslaagd? Ja! Ja! En wat ga je nu doen met het diploma? Ik ga commerciële economie doen. Ja. In? Rotterdam. En heb je zin in? Ja, heel veel zin in. Ik ben echt blij geslaagd ben. Ik kan ook eindelijk aan iets nieuws beginnen. Ja. Nou, geniet van je vakantie. Ja, dank je. Jij ook. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Schaap. Oh, ja. Ben je thuis? Ik ben thuis. Ik ben net wakker. Ja, ik was net ook al bij aan de deur, want ik moet even wat met je bespreken, Willem. Ja, dus ben je over 4 minuten ben jij aangekleed en naar beneden? Ja hoor, ja? Ik ga heel veel aantrekken en dan ben ik beneden. Is goed, dan bel ik zo aan. Tot zo! Tot zo! Willem, gefeliciteerd jongen! Dankjewel Lars. Oh, oké. Okay. Gefeliciteerd. Wat ga je nu doen? Ik ga nu ontbijten denk ik. Ik bedoel qua opleiding. Tussenjaar.
Ook al een tussenjaar. Nou, het gaat altijd met die tussenjaren. Nu wil ik even genieten van je vakantie, maar dat deed je al geloof ik. Ja, dat bleek wel. Ja. Dag Willem. Doei. Doei. Nou, doei. Bedankt voor het meerijden. Dat was hartstikke leuk. Nou, en alle geslaagden zijn nu geïnformeerd. Die kunnen vakantie vieren. En nou, ik wil de leraren van Pieter Groen bedanken dat ik mee mocht rijden. Ik ga ze zeker niet missen. Groetjes.